Welkom iedereen bij dit samen vieren. Sinds het feest van Pasen worden onze vieringen getekend door lezingen uit het Evangelie volgens Johannes. Vandaag staat de tekst Houd van elkaar centraal. Heel toepasselijk als wij Moederdag vieren, want een moeder symboliseert zorg en onvoorwaardelijke liefde. Voordat we naar onze lezingen luisteren, steken wij een kaars aan en nemen een moment om te bidden. O helende kracht die zich een weg baant, alles doordring je in de hoogte, op aarde, in de afgronden. Overal. Jij voegt en sluit alles in één. Door jou drijven de wolken, zweven de hemelen, druppelen de stenen van vocht, doen de bomen hun beken opborrelen. Door jou ontspringt het verfrissende groen aan de aarde. Je voert ook mijn geest naar de verte. Je wijdt je wijsheid in hem en met de wijsheid de vreugde. Straks zal Corrie Dansen onze tekst vanuit het Evangelie volgens Johannes voorlezen. Eerst een verhaal van J. Lammers, dat door Karel Bierlaag voorgelezen wordt. De boer en de bamboeplant. Een boer had in zijn tuin een grote bamboeplant. Hij hield ervan en verzorgde hem naarstig. Als er niet genoeg regen viel, bracht de boer de bamboe het nodige water. Op zekere dag kwam de boer bij zijn bamboeplant en zei, Mijn lieve bamboe, het spijt me zeer. Ik moet enkele van je bladeren afsnijden. Ik ontvang bezoek en ik heb je bladeren nodig als eetborden voor mijn gasten. Oh nee, gilde de bamboe, dat kun je toch niet doen, ik ben zo fier op mijn bladeren. Toch moet ik, zei de boer, ik heb je bladeren nodig voor mijn gasten. Nog lang sprak de boer met zachte woorden tot de bamboe en sneed zijn bladeren af. Enkele weken later ging de boer naar zijn bamboeplant met een moeilijk bericht. Lieve bamboe, zei de boer, ik moet je iets pijnlijks zeggen. Ik moet je geheel omkappen. Nee, nee, huilde de bamboe angstig. Zo hard kun je toch niet zijn. We zijn toch altijd goede vrienden geweest? Langdurig en geduldig sprak de boer met zijn bamboe met gebroken hart
liet de bamboe zich toen omkappen. Met krachtige slagen hakte de boer de bamboeplant om. Hij bond de bamboestammen aan elkaar en maakte er een lange waterleiding van de bergstroom tot aan het dorp, zodat iedereen te drinken had. Toen was de bamboe gelukkig. Een verhaal over geven en nemen, over evenwicht in het leven. Over nemen, even houden en doorgeven. Over vruchten dragen, groot brengen en daarin door blijven leven. Een kwestie van evenwicht. Daar zijn we allemaal naar op zoek. Jezus zei, de Vader houdt heel veel van mij en ik houd net zoveel van jullie als de Vader van mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Als jullie doen wat ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net zoals ik doe wat de Vader mij heeft gezegd. Daardoor ben ik vol van zijn liefde. Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn. Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie houd. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie zeg. Ik noem jullie geen dienaren meer, want een dienaar weet niet wat de plannen van zijn Heer zijn. Maar ik noem jullie vrienden. Want alles wat de Vader aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. Het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. En ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie hem bidden, omdat jullie bij mij horen. Ik zeg jullie, houd van elkaar. Weer een deel van een tekst geschreven door volgelingen van Johannes. En uit deze tekst zou je allerlei dingen kunnen halen. Bijvoorbeeld het zwart-wit beeld dat de schrijvers hebben van het leven. Of de overtuiging dat blind vertrouwen aan de boodschap van Jezus goede vruchten voort kan brengen.
Maar het essentiële van de prediking van Jezus komt ook voor in deze tekst. Houd van elkaar. Meer is niet nodig. Maar dit van elkaar houden is niet altijd zo gemakkelijk te doen als te zeggen. Wel is het doel van het leven. Heel eenvoudig om te noemen en soms zo moeilijk om deze vrucht groot te brengen. Met vallen en opstaan kan die groeien. Met toegeven van fouten kan er vergeving komen. Met zoveel mogelijk eerlijk zijn kan er geleerd worden en zo kan vooruitgang geboekt worden. Het voelt een beetje als de strijd die wij voeren tegen het COVID-virus. Lockdown en dan versoepeling. Na deze tweede lockdown, een nu weer versoepeling. Vallen en opstaan. Sinds een jaar heeft men veel geleerd over het virus. Er zijn vaccins gemaakt. Vele mensen zijn al gevaccineerd, beschermd tegen het virus. Zoals een kind dat leert lopen, zullen er druk van hem zijn. En daarna, met Gods zegen en menselijk verstand, zullen wij weer opstaan en verder gaan op onze weg. Wat van ons gevraagd wordt, als volgelingen van Jezus van Nazareth, als mensen, is dat wij net zoveel van elkaar en van anderen houden, respecteren en erkennen als dat Hij van ons houdt. Onvoorwaardelijke liefde. Laten wij bidden voor onze wereld, voor onze families en voor onszelf.
Wij bidden voor degenen die anderen begeleiden en als wegwijzers zijn. Ouders, opvoeders, leraren en hulpverleners. Dat zij met een liefdevol hart richting geven aan diegenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Wij verzamelen al onze intenties in dat één gebed die wij geleerd hebben van onze ouders en voorouders. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met anderen verbindt. De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijkt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn bij alles wat ons te doen staat, alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is. Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn in ons verschillen en ons gelijken. Dan zal God ons zegenen in zijn naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.